hele goede avond vanuit het Europees Parlement. En hier was vandaag het volledige college van gedeputeerde staten van Limburg op visite. Wat doen ze hier? Wat valt hier te halen? We praten erover met gedeputeerde Maarten van Gaans. En binnenkort natuurlijk vieren we het jubileum van het Verdrag van Maastricht. 30 jaar. U weet wel, verdrag van die euro. Hoe is het daarmee? Hoe is het met die Europese Monetaire Unie? Hoe gaan we de toekomst in? We praten erover met Paul Tang, Europarlementariër van de PvdA en onder andere lid van de Economische en Monetaire Zakencommissie. En Jeroen Lenaers is er ook. Hij is Europarlementariër van de CDA. En hij gaat hier onder andere over werkgelegenheid en sociale zaken. En de dames van niveau, die hebben we van Skype uit New York en uit Rotterdam. De hoofdeconoom van ABN Amro, die is Sassandra Filippe. Zij kijkt naar de toekomst van de Europese Unie qua financiën vanuit haar perspectief. En vanuit New York praat mee Heleen Mees, veelzijdig columniste van de Volkskrant. En ooit nog werkte ze hier voor de Europese Commissie als econoom. We gaan dus van start hier vanuit het Europees Parlement. Avondgast. Ja, van harte welkom dus hier in Brussel, waar je normaal gesproken hoort bonsoir, je vous en prie, maar vandaag ook goeiemorgen, hoi. Want het Limburgse College van Gedeputeerde Staten was er, in vol ornaat. Remkes was er zelfs ook bij, in de ochtend, maar in de middag moest hij weg, had hij andere prioriteiten. Nou, kijk, wij hebben beide natuurlijk ook nog allerlei andere verplichtingen. Ik kom meestal niet op het departement. En dat zal zo af en toe ook betekenen dat soms de heer Koolmees het alleen doet en soms ik het alleen doe. Als ik op een dinsdag in Limburg moet zijn, ja, dan moet ik dat zo af en toe voor laten gaan. Zo simpel is het. Ja, en vandaag was zo'n dag dus dat inderdaad ook Remkes hier in Brussel was. Maarten van Gaans was er ook bij. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Wat heeft u gedaan vandaag? Wat zat er in het vat? We hadden een heel vol programma met het hele college. We zijn vroeg begonnen met onze GS-vergadering. Daar was ook Johan Remkes nog voor aanwezig. Daarna zijn we bij de ambassade geweest over de bilaterale betrekking tussen Vlaanderen, Wallonië en Limburg. We zijn bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie geweest. Bij de Europese Commissie zijn we langs gegaan. We hebben met ondernemers gesproken, met de Benelux-Unie. Een borrel met alle Limburgers in Brussel en mensen die Limburg een warm hart toedragen. Ja, zijn er best veel eigenlijk, hè? Ja, het was een volle bedoeling. Ja, ja, dat had je nog gezegd. En die 93 miljoen die eigenlijk klaar lagen voor Limburg, waarvan er nog maar 39 zijn uitgekeerd. Restant van het bedrag heeft u nu ook geregeld? Nou, dat moet vooral gaan naar goede projecten. En volgens mij staat die periode nog open. Kunnen nog heel veel goede projecten worden ingediend. Het zou natuurlijk zonde zijn als we dat geld niet benutten voor hetgeen wat ook voor bedoeld is. Mm. Dus ik zou alle projectindieners ook willen vragen, maak vaart en dien die voorstellen in. Ja. En u dan als provincie ook een beetje doorduwen qua papierwinkel? Absoluut. Van onze kant zal het er niet aan liggen in de toekomst. Jeroen Lenaers, we hebben natuurlijk de Haagse lobby van Limburg. Hè. Limburgse parlementsleden worden daar ook vaak op aangesproken. Is dat nu hier ook zo? Jazeker, maar ook omdat dat heel belangrijk is. Je ziet dat er best veel Europese fondsen zijn waar Limburg profijt van kan hebben. Je ziet ook soms dat dat dan in Nederland in het Haagse gebeuren niet altijd helemaal één op één doorvertaald wordt. Waardoor je ook wel eens gevraagd wordt hier en dat je ook je eigen inzet kan tonen om ervoor te zorgen dat er wel gebeurt. We hebben dat gezien bij Just Transition Fund bijvoorbeeld. Mm-hmm. Voor oude economische gebieden die de transitie moeten maken. Bijvoorbeeld in het oude mijngebied in Limburg zat hier een port geld klaar. En dan waren ze op een gegeven moment in Den Haag bezig. Van ja, dat geld zou eigenlijk alleen maar naar Groningen moeten. Nou, dan word je daar wel op aangesproken en dan proberen ervoor te zorgen dat ook Limburg van diezelfde transitie fondsen kan profiteren. Hetzelfde zien we nu met de waterschade. Er is een Europees Solidariteitsfonds voor rampen. Het Solidariteitsfonds. We hebben de watersnoodramp gezien in Limburg eerder dit jaar. Heel veel schade. Nou, het is fantastisch dat de Nederlandse regering nu een aanvraag ingediend heeft bij Europa om dat Solidariteitsfonds te gebruiken, ook om een deel van de schade die het water gedaan heeft in Limburg te vergoeden. Waarom duurde dat zo lang? Nou, ze hebben 12 weken de tijd vanaf de eerste schade. Het is ook belangrijk om die schade goed in beeld te brengen, goed in kaart te brengen. Hoeveel schade is er? Wat voor bedrag kunnen we gaan vragen aan de Europese Unie? Daar hebben ze de tijd voor genomen, maar ze hebben netjes binnen de deadline de aanvraag ingediend. Ja. Dus daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Wanneer komt uitsluitsel? Wanneer wordt het beoordeeld? Als het goed is, wordt dat begin volgend jaar wordt dat ook beoordeeld en dan wordt dat geld uitgekeerd. En sowieso is het vanuit Den Haag, de huidige regering heeft al gezegd, die schade die gaan we sowieso vergoeden zoals we dat aangekondigd hebben. Als Europa daarbij kan helpen, fantastisch. Als dat niet zo is, dan doet dat niks af aan de commitment die wij al gedaan hebben richting Limburg. Ja, maar dan hebben we wel januari, februari hebben we uitsluitsel over dat solidariteitsfonds. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja, heel goed. Paul Tang, ook van harte welkom. Is nu Haarlem of Amsterdam, want dat is een beetje uw provincie, hè? Komen die ook wel eens op visite? Ja, of provincie Flevoland komt geregeld. En ik heb ook wel eens het college van wethouders en burgemeester vanuit Amsterdam op bezoek gehad. Het was niet per se vanwege de regionale fondsen, maar omdat ze vinden dat Amsterdam ook goed op de hoogte moet zijn van wat er in Brussel gebeurt. We hebben bijvoorbeeld over digitale wetgeving, waar Amsterdam zich graag koploper is, maar zich dan ook wel weten wat er in Brussel plaatsvindt. Ja. Dat natuurlijk de mensen uit Noord-Holland, en we weten in Amsterdam ook een keer een verdrag getekend. Dat was dan eigenlijk een vervolg op het verdrag waarvan we binnenkort het jubileum vieren. 3 decennia Verdrag van Maastricht. En inderdaad het verdrag van de euro, waar toen destijds zoveel over te doen was. Want die criteria met die maximale 3% begrotingstekort van het Bruto-Nationaal product en ook die 60% schulden als maximum, daar was toen destijds veel over te doen. Jeremy Corbyn, een hele jonge Jeremy Corbyn, had toen al gezien wat veel mensen eigenlijk nu naar voren brengen. The number of people in real poverty is increasing, and the kind of cuts in public expenditure envisaged by the Maastricht criteria would lead to a massive increase in poverty and unemployment in Britain. You cannot wait for growth. You have to deal with the issue of poverty now. Ja, inderdaad. Kende u hem nog? Voor mij zijn zijn woorden geen spat veranderd, maar hij is wel in de loop van de tijd iets ouder geworden. Corbyn natuurlijk, die zegt iets wat nu weer in de mode is. Ja, en die criteria van het verdrag van Maastricht, die waren heel lang min of meer in steen gebeiteld. Is dat nog altijd zo? Nou, ik hoop van niet. Maar het is een langlopende discussie. En ik weet niet wanneer deze opname van Jeremy Corbyn is. Zo te zien enige tijd terug. Ik kan mezelf ook nog wel herinneren dat ik als jong econoom bij het Centraal Planbureau samen met wat collega's van het Centraal Planbureau heb geschreven een stukje onder de titel Dom Stabiliteitspact. Dat was ergens begin 2000. Dat laat zien dat deze discussie heel lang loopt. Onder economen is het ook, zijn regels worden vaak gezien als rigide en niet handig. En dat heeft ook in de praktijk gebleken. Ten eerste omdat heel snel bleek dat de grote landen zich er niet aan hielden. Duitsland en Frankrijk in 2003, wat in Nederland leidde ook weer tot het sentiment dat de kleine landen gepiepeld werden, wat het effect had op het referendum. Maar natuurlijk ook later, zeker na de financiële crisis, heeft het geleid tot harde bezuinigingen. En heeft het de crisis alleen maar verergerd. Wat onlangs ook door Klaas Knot is toegegeven. Dus je ziet PvdA, het was op onder andere uw minister, Dijsselbloem, die bekend is geworden juist met dat hameren op die begrotingsregels. Ja. Nou, dat was ook een van de onderwerpen waar ik het niet eens was met Jeroen Dijsselbloem. Ik denk dat inderdaad dat schadelijk gevolg had voor de economie door hard te blijven bezuinigen. Je ziet gelukkig wel dat er is altijd gezocht. In Brussel is je gewoon naar flexibiliteit. Dus die 3% ligt vast, die 60% ligt vast. Dat is heel moeilijk te veranderen. Dus men probeert alle kieren en gaatjes op te zoeken om te zorgen dat die 3% en die 60% niet zo hard zijn. Dat is zeker gebeurd bij het tekort van 3%. Maar dat zie je nu ook bij de schuld van 60%. En want sommige landen zijn door de COVID-crisis enorm doorgeschoten in het niveau van hun schuld. Als ze die heel snel moeten afbouwen naar 60%, is dat eigenlijk niet geloofwaardig. En dat begrijpt ook iedereen hier. Dus ook daar zie je weer dat alle hoekjes en gaatjes zullen worden opgezocht. Die 60% zal misschien wel blijven staan, maar in de praktijk zal dit niet meer gelden. Ja, we kunnen naar New York om te kijken naar de visie, of tenminste te luisteren naar de visie van Heleen Mees. Die zit er natuurlijk toch met een perspectief van buiten naartoe te kijken. Maar ook hier lang gewerkt in de commissie. Volgens mij nog in de tijd van Prodi, de Italiaan die toen hier commissievoorzitter was. Mevrouw Mees, hoe kijkt u nu tegen die discussie aan van die harde begrotingscijfers? Zeker ook natuurlijk vanuit de Verenigde Staten, waar in principe ook alle remmen los zijn op dit moment. Daar zijn alle remmen los. De Amerikaanse economie groeit ook als een dolle, 7-8%. Maar dit jaar wordt er ook een begrotings... zeg maar het staatstekort bereikt 135% van het GDP. Dus dat is enorm. Van de andere kant kijk ik even met alle nadelen die aan alle criteria kleven. Denk ik dat Europa met alle discussies over strategische autonomie heel blij moet zijn dat we nu die ene munt hebben. Want als er echt een groot conflict komt tussen de Verenigde Staten en China, en daar lijkt het nu wel op, hè, ook als het niet militair wordt, maar het blijft toch gewoon een economisch conflict, dan zie je dat Amerika er een handje van heeft om sancties die de Verenigde Staten afkondigt ook van toepassing te verklaren op andere landen. He, en dat kunnen ze ook handhaven, omdat bijna alle transacties in de wereld allemaal in dollars worden uitgevoerd. Daardoor heeft de Verenigde Staten enorme rechtsmacht over Europese landen. En doordat we nu de euro hebben, is het gewoon denkbaar dat we in de toekomst niet meer de dollar nodig hebben om alle transacties uit te voeren. En we dus niet gebonden zijn aan Amerikaanse sancties waar we zelf geen invloed op hebben. Ja, maar nu houden wij nog, en dan ga ik naar Sassandra Filippe, als hoofdeconoom van de ABN Amro-bank, houden wij vast natuurlijk toch nog aan dat fictieve 60% begrotingstekort als grens. Terwijl iedereen weet van ja, we gaan eigenlijk niet in Nederland, maar in andere landen veel hoger zitten. Is dat een probleem of is het ook maar een getal, die 60%? Nou ja, het is in zekere zin maar een getal, maar het is wel een getal dat ergens voor staat. Overigens zijn die regels dus nu in de ijskast gezet gedurende de pandemie. Omdat het juist heel belangrijk is dat overheden genoeg geld kunnen uitgeven. Steunmaatregelen bijvoorbeeld, die nu natuurlijk binnenkort aflopen, ook in Nederland, maar ook in veel andere eurozonelanden. En dan is wel de vraag van, zal het herstel sterk genoeg zijn om eigenlijk niet weer in dezelfde val te trappen als in de nasleep van de financiële crisis, waar Paul Tang het net over had. Namelijk dat je automatisch eigenlijk weer terugbuigt naar die regels als die gewoon weer uit de stal worden gehaald of uit de ijskast worden gehaald en niet worden aangepast. Dan krijgen we dus het gevaar dat we weer op een bezuinigingstoer gaan, terwijl de economie eigenlijk nog maar in een pril herstel is. En dan kunnen we dus de dubbele dip krijgen die we toen ook na de financiële crisis hebben gezien. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Plus eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste, is dat het heel belangrijk is dat we nu echt gaan nadenken over hoe die regels van het Stabiliteits- en Groeipact de toekomst in kunnen. En dan bedoel ik met name dat we uitzonderingen maken in die regels voor groene schulden. Ja, daar komen we dadelijk op. Maar ga eerst even naar meneer Lenaers met de vraag... Ja. Moeten we dan inderdaad, zoals mevrouw Filippe zegt, terug naar die regels straks als deze coronacrisis voorbij is? Of zegt hij van ja, dan zou inderdaad daar ook wat flexibeler mee om moeten gaan? De vraag is natuurlijk, hoe wil je dat überhaupt aanpakken? Hè? Want dat stabiliteits- en groeipact, die criteria, die zijn er. En tenzij we allerlei verdragen gaan veranderen en zo zullen die er ook blijven. En er is nog weinig interesse, merk ik, om me heen... Om echt verdragen te gaan aanpassen. Dus dan kom je uit, wat Paul Tang ook al zegt, op zoek naar flexibiliteit binnen het kader wat we geschapen hebben. En ik denk dat daar heel belangrijk is, we moeten geen fouten herhalen uit het verleden, maar ik denk dat het wel belangrijk is om houdbare overheidsfinanciën wel als een criterium te houden. Je merkt ook dat een land als Nederland bijvoorbeeld in de coronacrisis, juist omdat we in voorgaande jaren zelfs een overschot op de begroting hadden... dat we ook iets meer ruimte hadden om uitgaven te doen. En ik denk dat nog steeds wel het uitgangspunt moet zijn. Er is ook een discussie aangezwengeld door Frankrijk en Duitsland op dat punt. Nederland heeft daar gereageerd met een aantal landen die daar hetzelfde over denken. Vandaag is in de Tweede Kamer... Frankrijk en Duitsland willen natuurlijk veel ruimer gaan. Ja, vandaag is in de Tweede Kamer in ieder geval een motie ingediend, ook door het CDA, om te vragen... aan de Raad van State om nou een keer een advies te geven. Wat zijn nou de opties? Wat kun je doen? Welke flexibiliteit kun je zoeken? Welke opties zijn er? En wat zijn de politieke consequenties daarvan voor Nederland en voor Europa? Maar uiteindelijk blijft het wel belangrijk dat we ook in de toekomst houdbare overheidsfinanciën hebben. En ik ben helemaal eens met wat Paul Tang zegt. Je kunt niet verwachten van landen die nu in coronatijd heel veel uitgaven hebben moeten doen en nog veel verder van die 60%-norm verwijderd zijn, dat ze dat in recordtempo weer terug gaan brengen naar 60%. Dat is niet realistisch en dat moeten we ook niet willen. Maar op de lange termijn moet je er wel voor zorgen dat die overheidsfinanciën houdbaar blijven. Meneer Tang, horen we hier toch de echo van Jan Kees de Jager en Wopke Hoekstra? Nou ja, ik ben blij dat Jeroen Lenaers hiervan zegt dat landen niet te snel terug moeten naar die 60%. Dat is alweer de winst. Maar toch om even om de opgave te schetsen. Het gaat niet alleen om het herstel na de crisis. En ik denk dat Sassandra Filippe daar ook dat wilde benadrukken. Het gaat ook om dat je extra uitgaven moet doen om die transitie te maken naar een duurzame economie. Dat vraagt heel veel investeringen. private investeringen, maar ook publieke investeringen. En wat je ziet is dat deze begrotingsregels drukken juist de overheidsinvesteringen. Het is ook wat dat betreft wel... In die zin heeft Jeremy Corbyn wel gelijk gehad. Het is ook een keurslijf geweest om de overheid klein te houden. Ik denk dat het juist heel houdbaar is... door het oud-Nederlandse principe te gebruiken, de kost gaat voor de baat uit. Dus je moet soms investeren om te zorgen dat je die baten hebt. En dat geldt zeker bij die transitie naar een duurzame economie. We zullen moeten investeren in wind, in zon en andere vormen van energie. En laten we wel zijn, dat is door Nederland toch te weinig gebeurd. We zijn dan misschien wel een heel... we zitten met onze schuld dan misschien onder de 60%... maar we zijn nog steeds op gelijke hoogte met Malta. We zijn nog een van de vieste jongetjes en meisjes in de Europese klas. Omdat wij niet geïnvesteerd hebben in duurzame energie. Ja, maar mevrouw Filippe vanuit Rotterdam. Nou ja, ik zou er graag op willen reageren. Want je moet je ook afvragen volgens mij... wat zijn houdbare financiën in een wereld waarin we twee dingen zeker weten... Namelijk op de lange termijn is het niet halen van het beperk van de opwarming van de aarde tot die 1,5 graden... is een 4-5 keer economisch schadelijker dan wanneer we dat wel halen. Dat weten we zeker. En tegelijkertijd, het tweede wat we ook weten is dat de houdbaarheid van schuld hangt ook af van de kosten van die schuld. En de rentelasten zijn op dit moment zo laag... dat het een heel goed moment zou zijn om te zorgen dat we nu eigenlijk inderdaad de kost voor de baat uit laten gaan. En de kost is dus dat we niet de kiezer of de burger eigenlijk te veel lastigvallen met het betalen van de transitie. Want we zien nu met de gasprijzen al op hoeveel weerstand dat stuit. Dat we het dus eigenlijk voorfinancieren, zodat we, dat we in de toekomst zeg maar, veel minder schade hebben dan wanneer we die voorfinanciering niet doen. En daar moeten we dus die groene schulden voor hebben. En daar is die ruimte voor nodig in het Stabiliteits- en Groeipact. Ja, misschien circuleren om die reden ook natuurlijk de tientallen miljarden op dit moment in de formatiegesprekken. Met de gedachte van ja, we moeten misschien toch fors gaan investeren zonder dat we ons al te veel aantrekken van de staatsschuld. Frans Timmermans, in ieder geval weet u, is hier vicevoorzitter van de Europese Commissie. En die zegt ook van ja, Nederland moet zich gewoon melden. In ieder geval alles om te beginnen voor dat corona-herstelfonds. Ja, Nederland heeft bijvoorbeeld nog geen herstelplan ingediend. Op Nederland ligt een kleine 6 miljard euro te wachten. Maar er moet er wel een plan komen. Dat hebben we nog steeds niet gezien. Doe dat nu. Stop daar ook grensoverschrijdende samenwerking in. Dan kunnen wij dat vanuit Brussel ondersteunen. Nou, het bedrijfsleven is zeer geïnteresseerd. Die willen ook investeren. Wij moeten dat ook mogelijk maken. Dan moet je de regelingen op elkaar beter afstemmen. We moeten ervoor zorgen dat we ook sneller vergunningen gaan geven als overheden om te kunnen investeren. Daar kunnen we vanuit Brussel aan bijdragen. Ook bijvoorbeeld door te kijken naar hoe we staatssteunregels kunnen moderniseren, concurrentieregels kunnen moderniseren. Zo werkt wat we in Brussel doen echt in op wat er lokaal gebeurt. Ja, en u hoort het eufemisme staatssteunregels moderniseren. Maarten van Gaans is hier, gedeputeerde van de provincie Limburg. Voelt u zich aangesproken door de woorden van Frans Timmermans? Nou, staatssteunregels, daar gaat de provincie Limburg niet over. Heeft er wel vaak mee te maken. Nee, maar hij zei wel van goed, er moet ruimte zijn voor lokale initiatieven. Absoluut. Per definitie is het iets wat moet neerslaan in de regio. En dat is ook de reden dat wij vandaag ook hier zijn met het college. We hebben gesproken met de ambtenaren die nota bene dit hele plan, dit hele fonds heeft uitgedacht. En hij zei ook van, kom alsjeblieft met die goede projecten. En die grote majeure thema's waar we Limburg voor staan... de verduurzaming van Chemelot, waar Jeroen het over had... een project als mijnwater, warmtenetten. Dat zijn hele grote projecten, die vragen ontzettend veel geld. Die kunnen we niet dekken uit de kabinetsbegroting of uit de provinciale begroting. Daar kijken we echt voor naar Brussel. Ja, en dat kan eigenlijk naadloos worden ingeschoven. Maar ja, dan moeten we wel een kabinet hebben. Ja, nou ja, daar wordt aan gewerkt, want de Remkes is vanmiddag dus inderdaad naar Den Haag gegaan. Ik ga nog even naar Heleen Mees in New York, want die weet natuurlijk als geen ander... dat op dit moment in de Verenigde Staten ook van allerlei plannen zijn en lopen... en gekoppeld worden in congres om bijvoorbeeld die groene verduurzaming... te koppelen aan de budgetbegrotingen. Kan Europa, mevrouw Mees, wat dat betreft wat leren nog van de Verenigde Staten? Absoluut. Nou ja, president Biden is enorm ambitieus... Die had nog een pakket van 3,5 triljoen. Dat is 3.500 miljard dollar. Op de plank liggen als ideeën met uitgewerkte ideeën. En dan ging een heel groot deel ook naar het milieu. Maar op dit moment is het politieke fortuin van president Biden een beetje minder geworden. Dus het lijkt erop dat hij om voldoende... draagvlak voor zijn plannen te krijgen, zelfs binnen zijn eigen partij. Dat de ja, dat de omvang van het pakket drastisch gesnoeid moet worden. En dat het meer op 2,1 triljoen dollar, dus dat is 2100 miljard dollar, uit zal komen. Wat nog steeds enorm veel geld is. En dat gaat niet alleen naar milieu, maar wel voor een belangrijk deel. Maar gaat ook naar sociale programma's zoals kinderbijslag en dergelijke. Ja, ik wil u nog vragen, omdat we eerder even refereerden natuurlijk aan uw werk voor de Europese Commissie van Romano Prodi, de Italiaan, die ook wel furoren maakte hier in Europa. Maar daarmee kent u denk ik ook Italië heel erg goed. En uw collega Adriaan Schout, als ik hem zo mag noemen, die zei van ja, die Italiaanse schuld 2,5 keer zo groot als die van Nederland. Dat gaat helemaal mis. Nederland moet daar helemaal niet mee in zee gaan. Moet zich daar niet aan laten koppelen, want dat gaat fout met de euro. Ziet u dat ook zo? Ja. Nee, het probleem met Italië is natuurlijk dat we ze veel te hard hebben laten bezuinigen. Dat Italië met de euro een veel te sterke munt heeft vergeleken met de kracht van de economie. Terwijl we juist in Nederland en in Duitsland is de euro te laag gegeven de kracht van de economie. Dus eigenlijk plegen wij, Nederland, andere noordelijke lidstaten die een euro hebben, plegen roofbouw op de zuidelijke lidstaten die eigenlijk een lagere euro zouden moeten hebben. Dus is het heel goed dat er financiële transfer komt. Italië is het beste jongetje van de klas geweest, even los van corona, maar die 10 jaar daarvoor, die had nooit primaire begrotingsschulden, deed het veel beter dan Nederland. Maar ze hebben gewoon nog een oude schuld die uit de jaren 80 komt. Dus het zou uiteindelijk beter zijn om die schuld gewoon weg te saneren. En zodat Italië een frisse start kan krijgen. En ik ben heel erg optimistisch nu met Draghi, die miste Europa. Daar heb ik hoge verwachtingen van. Ja. Jeroen Lenaers, wordt u nog altijd allergisch van die term financiële transfer die net viel? Of went het? Ik ben nooit allergisch geweest voor het woord financiële transfer. Uiteindelijk... Transferunie is toch... Kijk, de Europese Unie is per definitie een transferunie. Want we leggen geld in de pot bij elkaar en dat verdelen we over de landen om dat zo goed mogelijk in te zetten. Dus er is altijd een bepaalde mate van transfer mee gediend. Maar het idee van die transferunie, van die transfers, is wel dat je op een gegeven moment met z'n allen op een punt komt waar dat eigenlijk niet meer nodig zou moeten zijn. Dat je juist dat geld gebruikt om die economieën te versterken. En ik ben het ook niet helemaal eens met wat hier gezegd wordt. Want als je kijkt de tijden van de euro, hè, dan zaten we bijvoorbeeld net na de hereniging van Duitsland. Toen had Duitsland het ook ontzettend moeilijk. Qua concurrentiekracht van de economie zaten ze op hetzelfde niveau als landen als Spanje. Maar in Duitsland hebben ze hele harde hervormingen doorgevoerd, zijn ze stapje bij stapje beter gaan doen en zijn ze uiteindelijk een hele sterkere economie geworden. En in andere landen hebben ze die hervormingen niet of in mindere mate gedaan, waardoor ze met een probleem zaten. Want wat ze vroeger altijd konden doen, oké, als de concurrentiepositie verslechtert, dan maken we de peseta of de lira nog wat goedkoper en dan zijn we weer even uit de problemen. Dat kan natuurlijk met de euro niet meer. En dan zul je dus je concurrentiekracht moeten verbeteren door daadwerkelijk je economie te versterken. Ja, kijk. Duitsland heeft geprobeerd steeds goedkoper te worden. Dat was eigenlijk het idee. En dat heeft gewerkt voor Duitsland, maar heeft ook slecht uitgepakt voor de rest van Europa, die daardoor duurder werd dan Duitsland. En landen als Spanje en Italië zijn daardoor in de problemen gekomen. Wat ik interessant vind op dit moment, dus we hebben het over de 3% tekort en 60% schuld. Dat waren de stokken waarmee geslagen kon worden. Er konden sancties op als dat niet gehaald zou worden. Wat je nu hebt is ook een wortel. Dat is het corona-herstelfonds. En dat kan ook bijdragen bijvoorbeeld aan de modernisering van de Italiaanse economie. Want het onderliggende probleem was niet alleen die Duitse loonmatiging, maar ook het gebrek aan groei daardoor in de Italiaanse economie. En met het kabinet van Draghi is die kans er. En ik denk dat die aanpassing dan veel makkelijker zal blijken te zijn. Dus ik denk dat de wortel beter zal werken dan de stok. En dat is waar ik op hoop. En ik hoop in die zin ook dat dat herstelfonds ook een permanent karakter zal krijgen. Dat we landen helpen om te groeien. Want dat is de beste manier om ook die overheidsfinanciën houdbaar te maken. En de economie die groeit, die ziet altijd daarmee de tekorten omlaag gaan en de schulden omlaag gaan. En het gebrek aan groei is het Italiaanse probleem. Ja, er wordt er aan de bel getrokken vanuit Rotterdam. Mevrouw Filippe. Nou ja, ik vind eigenlijk dat de discussie niet alleen aan tafel, maar in het algemeen veel te veel vast blijft hangen in ouderwetse stokpaardjes van transfer. Moeten we dat nou wel of niet willen of doen vanuit de zuinige noordelijke landen? Want we zijn eigenlijk in een heel andere fase beland. Namelijk, Europa geeft zelf gewoon schulden uit. Europa haalt geld op de financiële markten. En daaruit blijkt bijvoorbeeld vandaag heeft de Europese Commissie heeft weer een groene obligatie uitgegeven. En daar was dus 10 keer meer vraag bij beleggers voor dan dat er geld werd aangeboden. Of schuld werd aangeboden. En dat geeft dus aan dat eigenlijk de rest van de wereld een enorm sterk geloof heeft in de kracht van Europa, die zelfs voor heel weinig geld schulden mag maken om verder te groeien en te ontwikkelen. Terwijl wij in Europa maar vast blijven hangen in die oude discussie over transfers. Ik denk echt dat we dat achter ons moeten laten en dat we iets moeten opsteken van hoe mensen buiten Europa in de financiële wereld naar Europa kijken, namelijk als een fantastisch product. Ja, meneer Lenaers, moeten we dan toch naar die gemeenschappelijke schulden, naar die eurobonds? Nou, het was voor veel landen in de Europese Unie al een zware bevalling om voor deze specifieke situatie als corona over te gaan naar een schuld. Nou ja, goed, dat is dus de discussie die nu zal plaatsvinden. Kijk, uiteindelijk dan wil ik niet de hele discussie weer herhalen over transfersunies en dergelijke. Maar uiteindelijk is wel belangrijk dat je met het geld wat je goedkoop kan lenen door Europees samen te lenen, niet een soort camouflage gaat krijgen van het uitblijven van hervormingsmaatregelen in sommige Europese lidstaten. En die zijn nog steeds wel degelijk nodig. Ja. Het wantrouwen zit diep, hè, toch, als ik dit hoor. Dat is, dit gaat helemaal uit van het wantrouwen of de andere landen wel te vertrouwen zijn. Terwijl ik denk dat Sandra jarenlange PvdA-minister van Financiën hebben dat wantrouwen zo diep gemaakt. Sandra Filippe legt je uit de mogelijkheden die we hebben als we investeren. We gaan zo naar meneer Timmermans, nog even terug naar Frans Timmermans, maar even meneer Van Gaans. Ja, die hervormingen die je door moet voeren, je ziet volgens mij ook in dat Europees corona-herstelfonds, dat wil je aanspraak maken op het grote bedrag met geld, moet je als land ook je huiswerk doen. In Nederland geldt dat we bijvoorbeeld de woningmarkt moeten aanpakken, schijnzelfstandigheid. Dus dan krijg je dus wel een manier, wel een soort van drukmiddel op landen om die hervormingen door te voeren. En dat vind ik wel een gezond principe. Dat is de wortel. En nu natuurlijk de gemeenschappelijke schulden onder de noemer groene investeringen. En daarvan weet Frans Timmermans, dat wordt nog een hele kluif. Hij initieerde onder andere die Green Deal. En hij zegt, het wordt niet eenvoudig. Het wordt hartstikke lastig. Het wordt heel ingewikkeld en er zal veel van iedereen worden gevraagd. Maar als we dit op een sociaal verantwoorde manier organiseren, dan is het mogelijk. Dan is het mogelijk. Soms gaat het zelfs sneller dan we dachten. De overgang naar elektrische auto's gaat sneller dan iedereen ooit gedacht had. Zonne-energie, windenergie wordt goedkoper. Veel sneller dan mensen gedacht hadden. Waterstof komt op met een snelheid die niemand een paar jaar geleden nog verwacht had. Dus we mogen ook wel af en toe een beetje optimistisch zijn over de mogelijkheden die we hebben en de kracht die we hebben om te innoveren als het nodig is. In Nederland hebben we met Chemelot en de campus daar hebben we enorme kansen om hier ook op in te spelen. Dat is allemaal nodig, want onze industrie zal snel moeten verduurzamen. We willen die industrie niet kwijt, nee, we willen ze moderniseren. En daar kan Limburg ook grensoverschrijdend een grote rol in spelen. Meneer Van Gaans, ziet u kansen voor Limburg? Ja, nee, volgens mij is die lobby is al geslaagd. Want meneer Timmermans zegt precies verhaal wat wij vandaag ook overal verteld hebben. Nee, het zijn gewoon enorme kansen. En het zijn niet alleen opgaven, we moeten gaan verduurzamen. Nee, het bedrijfsleven ziet ook, dit zijn kansen, hiermee kunnen we voorop lopen. Als we nu voorop lopen, zijn we straks spekkoper. Ja, je moet aan die economie, die industrie in Zuid-Limburg gewoon verduurzamen. Het zijn nieuwe groene banen voor een robuuste toekomst. Ja. En wat zijn dan concrete projecten waar u aan denkt? Nou, een heel belangrijk dossier voor Limburg is, het klinkt heel technisch, een 380 kV-kabel. Dat is een hele dikke stroomkabel. Die moet eigenlijk naar Chemelot, naar Sabiek. Die wil een van die naftakrakers gaan elektrificeren. Daar heb je een mega CO2-reductiedoelstelling. Kun je daarmee realiseren. Maar goed, er moet wel eerst zo'n kabel worden getrokken. Nou, dat is een hele belangrijke. De waterstofbackbone, ik had er een keer eerder met u over. Dat is ook weer zo'n voorbeeld. Warmtenetten, hoe ga je met die restwarmte die van het industriecomplex afkomt? Hoe kun je dat naar Sittard, Geleen, Beek, Stein, Meersen, Maastricht? Je kan ze groot maken als je wil. Dus er liggen echt gewoon kansen en die moeten gewoon benutten. Ja, en die kabel, die hele grote dikke kabel, waar is dat afhankelijk van? Ja, van Tennet. Die hebben de handjes en het geld, of dat zouden ze moeten hebben. Daar ontbreekt het volgens mij nog aan. Maar goed, ja, als je enerzijds zegt, u moet met plannen komen, dan komen we met plannen. Ja, als ze dan zeggen, ja, dit kan niet, dat gaat er bij ons niet in. Dus we gaan maximaal die druk opvoeren, want we hebben die echt nodig, die kabel. Ja. We gaan even terug naar Sassandra Filippe, want die schreef in een van haar blogs... kinderen willen eigenlijk veel liever dat we zuinig doen met het klimaat... dan zuinig met de begroting. Wat bedoel je daarmee, mevrouw Filippe? Ja, nou, dat komt omdat er wordt vaak gezegd dat... loopt de schuld niet te hoog op in deze pandemie en moeten we niet bezuinigen, met name om geen schulden naar de toekomst te verplaatsen. Voor de komende generaties, dus onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar nu weten we dus dat er is nog iets veel schadelijkers dan schulden. En dat is namelijk klimaatschade. Dat gaat in 2100 naar verwachting, als we gewoon het niet halen, zeg maar. Dan gaat dat zo'n 4 tot 10% van het wereldwijde bbp krimp veroorzaken. Terwijl als we het wel halen, dan blijft de schade eigenlijk heel erg beperkt. Misschien 1 à 2% bbp krimp. Dus eigenlijk de lange termijn business case is heel duidelijk. Dus voor de toekomst is het ook economisch gezien veel rendabeler om nu kosten te maken en de schulden te maken, zodat we die schade in de toekomst hebben... dan dat we gewoon doorgaan op het huidige pad. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoelde. Meneer Tang, het zijn uw woorden bijna. Ja, nee, maar u hoort dan ook dat zo'n criterium als schuld van 60% op dit moment ons eigenlijk in de weg staat. Mm-hmm. Dus je wil eigenlijk denken, de kost gaat voor de baat uit. Wat moeten we doen om de klimaatverandering te beperken en tegen te gaan? Waarvoor moeten we investeren? Dat is eigenlijk de vraag die je voorop zou willen zetten. En dat gebeurt natuurlijk bij zo'n norm van 60% niet. Ja. Maar dan ben ik blij met deze verandering natuurlijk in de manier van denken. En dat het ook... Er is ook een... Let wel, hè, dus omdat we één Europese markt zijn... mijn ervaring is dat wij... wel voorop lopen in Europa met de verduurzaming van de economie. En ook van de financiële sector. Het komt ook, Sassandra Filippe vertegenwoordigt een bank. En dat is uniek in de wereld. Dat zie je niet in China, dat zie je niet in Amerika. En dat heeft er ook mee die richting kunnen we ook geven met dank weer aan het Verdrag van Maastricht. Ja, en u refereert inderdaad aan de banken, aan het Verdrag van Maastricht. Want wat dat betreft is er inderdaad wel een duidelijk verschil in het paradigma. Want 30 jaar geleden, toen het Verdrag van Maastricht gesloten werd... toen er besloten werd ook over de euro... toen lag eigenlijk de Duitse Bundesbank heel erg lang dwars. Want Frankfurt zag het helemaal niet zitten, vertelde Paul de Gouw, de econoom. De Bundesbank was grote tegenstander van die muntunie en beschouwde dus dat als een project dat te vroeg kwam. Dat was dus het ene kamp, het andere kamp dat het uiteindelijk gehaald heeft. Dat was het kamp waar ook Delors toe behoorde. En die zei nee, laten we beginnen met die muntunie. En dan gaan we eigenlijk een politieke unie forceren. Want we zullen die muntunie hebben... Iedereen zal dat fantastisch vinden en uiteindelijk inzien dat het noodzakelijk is om de volgende stappen te zetten, namelijk een politieke unie. Dat was eigenlijk de strategie van diegenen die de stap hebben gezet naar de muntunie. En de vraag is nu, ja, werkt die strategie? Dat blijft nog altijd onbeantwoord. Ja, die overgang, die strategie dus inderdaad naar een Europese politieke unie... die krijgt langzaam vorm. Zie je eigenlijk aan de kleine stapjes die er genomen worden. Heleen Mees, die was erbij, die zag het van dichtbij. Eigenlijk werkte in die periode, of vlak daarna en daarvoor... ook bij de Europese Commissie. Als u nu kijkt naar eigenlijk het verschil in gedachten, in houding, in opinie... wat is uw visie over de manier waarop dat door de jaren heen is geëvalueerd? Nou ja, natuurlijk, het is Duitsland die dit heel graag wilde, de Europese Unie. Omdat Duitsland de hele tijd bezig is om zijn eigen macht te beperken. Het is Duitsland die wijs is geworden na de Tweede Wereldoorlog. En dus juist heel graag ingebed wil zijn in Europa. Dus in die zin, ja, dat zij heel erg zuinig zijn. Ja, de Duitsers zijn ingehaald door ons, door de Nederlanders. Wat weer heel erg jammer is, want het is geen mooie titel die we daar hebben. Maar we hebben gelukkig de bezielende leiding van Angela Merkel gehad. Die tijdens de coronacrisis ook gewoon Mark Rutte tot de orde heeft geroepen. En gezegd heeft van, jongens, er moet nu gewoon geïnvesteerd worden. Want anders is er straks überhaupt geen euro. En waarschijnlijk ook geen Europese Unie meer. In die zin zijn de rollen wel veranderd. En ben ik heel benieuwd hoe de nieuwe bondskanselier... welke rol hij zal gaan spelen. Ja, want dat is natuurlijk interessant. FDP, Jeroen Lenaers praat mee. Een buurman eigenlijk voor u, hè? Tenminste als het gaat over de voorman. Denkt u dat de FDP nog dusdanig veel invloed krijgt dadelijk in het Duitse kabinet, in de Ampel, dat die gedachte van Duitsland, van die zwarte nul, zwarte cijfers schrijven, dat dat overeind blijft? Boah, daar overvraag je me voor wat betreft mijn kennis van de formatie. Noord- en Westfalen, het vingerspitsengevoel. Dat gaat wel heel ver. Ik heb het gevoel dat Duitsland eigenlijk over het algemeen een hele stabiele koers vaart op Europa. Los van welke coalitie er precies aan de macht is. En dat dat niet echt gaat veranderen. Maar dat ook onder Merkel al. Je zag dat er nadrukkelijk gezocht werd naar de flexibiliteit binnen de afspraken die we hebben, om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst economische groei blijven krijgen. En ik denk dat Duitsland, Heleen Mees zegt, ja, dat in Nederland heeft die zuinige rol van Duitsland een beetje overgenomen. Ik denk dat de Duitsers het altijd stiekem, zeker in de afgelopen jaren, wel lekker vonden dat Nederland een beetje aan de rem trok, zodat Duitsland fijn met de Fransen vooruit kon, maar tegelijkertijd enige nuance aan kon brengen, omdat ze zeiden van luister, we hebben ook nog de Nederlanders, de Oostenrijkers. We kunnen niet te radicaal worden. Ik denk dat dat ook voor Europa goed is geweest. Ja. Hoe denkt u dat zich dat gaat ontwikkelen, meneer Tang, komende tijd? Nou ja, ik denk inderdaad dat de FDP Nederlands zuinig is. Dus dat wordt een hele spannende onderhandelingen. Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst. Wat ik wel zie is dat ik denk dat Duitsland meestal wel wat terughoudend is, hoor. Dat die Nederlandse zuinigheid die bij de FDP zit ook wel doorklinkt in Berlijn. Maar op het moment dat het nodig is, zie je wel dat Duitsland een doorbraak forceert. Dat was zo in de tijd dat Griekenland in problemen raakte in 2010 en er leningen moesten worden verstrekt. Merkel was heel laat, maar niet te laat en stond die leningen toe. Nu hebben we hetzelfde gezien bij de COVID-crisis. Het is juist Duitsland die het initiatief neemt om te komen tot een corona-herstelfonds. Dus in die zin heeft de Duitse Bundesbank natuurlijk wel gelijk dat de economische unie verbonden moet zijn met de politieke unie. En dat gaat op dit moment met horten en stoten, omdat Duitsland op het allerlaatste moment toch toegeeft en komt tot een Europese oplossing. Dus dat blijft een proces van horten en stoten. En ja, ik zou toch liever zien dat we een beetje duidelijke politieke besluitvorming hebben over het economische beleid. En dat is er op dit moment nog niet echt. Ja, komt er misschien wel aan. Ik ga nog even naar Heleen Mees als we het hebben over de erfenis van het Verdrag van Maastricht. Erfenis ook van de euro. Mevrouw Mees, onderschatten we een beetje hoe groot destijds dat besluit is geweest om die euro te introduceren? Ja, en ik denk dat er 30 jaar geleden werd ik op het ministerie van Financiën, toen was er nauwelijks belangstelling voor. Dus eigenlijk de euro, daar werd pas nou, dat was eigenlijk in 1998 nog moeilijk om mensen voor te bereiden op de komst van de euro, terwijl die feitelijk toen al die was feitelijk al ingevoerd. We wachten alleen nog op de echte munt. Dus ik denk de enige reden waarom de euro er is gekomen, omdat er zo'n lange overgangstermijn in zat voor de echte invoering. En dat over de feitelijke invoering van een gemeenschappelijke munt destijds weinig discussie is gevoerd door de kiezers in ieder geval, hè, wel door de politici. Maar ja, dat is van de andere kant ook weer een goede zaak, want ik denk dat Europa toch heel blij moet zijn met de eurozone. Ja. Ik ga u alvast bedanken, want de lijn kraakt over de Atlantische Oceaan, hoor ik. Ik ga nog even naar Maarten van Gaans, want ja, hoe heeft u dat beleefd destijds? In 91, 92, die geboorte van de euro. Ja, ik was er zelf geboren. Ja, ik was toen 2 of 3 moet ik zijn geweest. Maar het Verdrag van Maastricht leeft wel voort. En als je naar het gouvernement gaat, vanaf 8 november... dan ga ik met de minister een expositie openen over het Verdrag van Maastricht. Volgend jaar gaan er ontzettend veel activiteiten plaatsvinden in Maastricht, om daarbij stil te staan. En Maastricht is ook een van de 4 steden van Europa waar een Europese burgertop wordt georganiseerd. Een conferentie over de toekomst van Europa, waarbij we echt, zeker ook jongeren, maar iedereen vragen om mee te denken van hoe moet dat Europa van de toekomst, hoe moet mijn Europa, hoe moet dat eruit komen zien. Dus het hele jaar zal gevuld worden met allerlei activiteiten en Europa is sterker terug dan ooit. Ja, daarmee gaan we ook afsluiten. Mag ik u hartstikke bedanken. De Limburg-borrel komt er nog aan, dus veel plezier straks. Of misschien net afgelopen. Jeroen Lenaers, hartstikke bedankt. Paul Tang, hartstikke bedankt. En Sassandra Filippe, bedank ik ook in Rotterdam. Hartstikke bedankt, mevrouw Filippe, voor uw visie natuurlijk op de euro. Op dat 30-jarig jubileum van het Verdrag van Maastricht. Hebben we de komende maanden nog een hele hoop aandacht voor. Want we weten, op 19 december, dan is het jubileum van het akkoord. Op 7 februari, dan herdenken we de 30-jarige verjaardag van de ondertekening van het verdrag. En daar hebben we de komende maanden heel veel aandacht voor. Ik bedank u voor het kijken. We zijn er weer. Volgende maand zitten we weer hier opnieuw in het Europees Parlement. Fijne avond. Dag.